Goedemorgen allemaal. Een hele fijne goedemorgen allemaal. De bullshit parade, la 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 la. De bullshit parade, la 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 la. Ja jongens, ik ga weer eens even mijn bek open trekken. Want dat heb ik al een tijd niet gedaan. En het is nou toch wel welletjes geweest, dacht ik zo. Ik heb me nog een tijdje van gedistanceerd. En ik heb me even afzijdig gehouden in afwachting van wat er zou gebeuren. Maar er gebeurt niet zoveel. Iedereen gaat maar vrolijk mee met die kankeronzin. En ik ga dit proberen te ventileren zonder heel erg boos te worden. Want ik weet niet of je het door hebt. Maar dit gaat echt fucking ver. Dit is echt fucking ziek. Ik heb de afgelopen zomer heel veel mensen gesproken. Over wat er gaande is. En dan krijg je te horen en dan zeg je, ja, waarom heb je het gedaan dan? Ik ga ook niet proberen die woorden in mijn mond te nemen. Want ja, dan word ik weer, dan word ik weer monddood gemaakt. Op diverse social media die er ook bij horen. Onderdeel zijn van. Dan zeg ik, ja, maar waarom, weet je, een vriend van mij, die was het roerend met me eens. Die heeft met stijgende verbazing zitten kijken over wat er al fucking anderhalf jaar, nu al bijna dik 2 jaar gaande is. En elke week sprak ik met hem daarover. En die zegt gewoon een paar maanden geleden doodleuk, ja, nee, ik heb hem toch maar genomen. Ik zeg, hoezo dan? Waarom? Ja, ik wil mijn vrijheid terug. Ik zeg, je wil je vrijheid terug. Dus je laat je een soort van onder dwang injecteren met een of ander, op z'n zachtste gezegd, dubieus goedje. Wat eigenlijk iedereen van loopt te gillen dat het in de fucking testfase is. Maar die zal lang al klaar liggen natuurlijk, want dit komt niet uit de lucht vallen. Kijk nou, die staat klaar voor mij. Hartstikke leuk. Dus jij laat je injecteren met een of ander dubieus goedje. Op z'n zacht gezegd. Onder dwang. Om zogenaamd je vrijheid terug te krijgen. Wat lul je nou, man? Wat lul je nou? Is dat vrijheid? Is dat vrijheid? Sorry. Ja, nee, ik wil toch op vakantie. Ik zeg, luister, pik. Jij gaat niet op vakantie. Geloof me nou, jij gaat niet op vakantie. En wat gebeurt daar? Hij gaat niet op vakantie. Ik spreek mensen de afgelopen zomer. Van fucking 20, 18, 19, 20. Ergens tussen de 20 en het jaar. Waarom heb je het gedaan? Ja, ik wil gewoon naar een festival kunnen. Ik wil gewoon naar een festival kunnen. Ik zeg, denk jij dat je naar een festival kan? Kankermogol. Dus we hebben 2 weken naar een festival gekund. En wat bedoel je nou, man? Even serieus. Ik begrijp het even niet. En daarbij, we deden het toch voor de zwakkeren? We deden het toch voor de ouderen? Nee, ik wil mijn vrijheid terug. Ik wil naar een festival, ik wil op vakantie. Fucking egoïst. Waar de fuck ben je mee bezig, man? En ik spreek mensen, ja, ik wil het eigenlijk niet. Ja, maar het is zo makkelijk. En ik heb er spijt van. Waar de fuck ben je mee bezig, man? Maar goed. Ik, na eergisteren... hoop ik dat er heel wat ogen zijn geopend. Ik loop er vannacht dag 2 te gillen dat er geen kanker van klopt. Maar goed. Ik had misschien ook gewoon geregeld mijn bek open moeten blijven trekken. Want laten we wel wezen. Dit houdt niet op. Dit gaat niet ophouden. Tenzij we met z'n allen zeggen nee. Tot hier en niet verder. Weet je... ik heb van de zomer ook eens even zitten kijken van naar de... weet je, ik zat altijd in de hardcore scene. En hardcore stond voor mij... voor mij heeft dat altijd gestaan voor vrijheid. Als een dikke middelvinger naar die fucking... sorry. Als een dikke middelvinger naar het systeem. Naar de samenleving. Weet je, Thunderdome. Ik zag dat er een nieuwe Thunderdome kwam. Ik denk, ik ga eens even kijken. Ik ga eens even kijken wat die doen. En nee hoor. Nee hoor, je hebt zo'n ding nodig om binnen te komen. Wat nou fuck het systeem? Wat nou Thunderdome? Jij hebt al je geloofwaardigheid verloren, man. Fucking ruggengraatloze, fucking laffe, fucking honden.
Ik begrijp het even niet. Waar wil je naartoe met deze wereld? Hè? Huh? Ja. Nee, ik wil mijn vrijheid terug. Flikker toch op, man. En de enige die zijn rug recht heeft gehouden, is Psy-Fi. Die hebben gezegd, joh, onder deze voorwaarden kunnen wij geen festival geven wat gaat over liefde en vrijheid. Fucking dikke respect daarvoor, gek. Dikke respect. En ik hoor ook heel veel mensen, ja, maar wat kan ik nou? Wat kan ik er nou aan doen? Wat weet je, ik ben maar alleen, je bent niet alleen. Er zijn fucking veel mensen die er klaar mee zijn, die het er niet mee eens zijn. Het enige wat we moeten doen, is je bek open trekken. Nee zeggen. Klaar met die onzin. Klaar met die bullshit. Het is mooi geweest. En het is gewoon een fucking oorlogsverklaring wat hier gaande is. Ik weet het verder niet. En hoe kan je met jezelf leven? Hoe kan je met jezelf leven als je dit aan het uitvoeren bent? Hoe kan je jezelf in de spiegel aankijken? Hoe kan je die bullshit uit je bek laten vibreren? Dag in, dag uit. Weet je, en de enige die je geloven zijn een paar slapende kankermogoltjes. Die denken dat er wat er in de kranten staat en wat er op de televisie gebeurt, dat realiteit is. Huh? En de mensen die meelopen, ja, die hebben ook geen ruggengraat. Die toch maar meelopen. En de enige, weet je, de mensen die een beetje daarna durven te denken en een beetje hun ogen open hebben, die vinden je kankerkneus. What the fuck ben jij voor vent, joh? Jij hebt toch ook kinderen? What the fuck? En heel veel mensen zeggen, ja, wat kan ik nou? Weet je, het heeft toch geen zin. Ik ben toch maar, nee, je bent niet alleen. Je weet niet half hoe krachtig je bent. Jij bent fucking God. Jij bent een creator. Jij bent alles. De zon, de maan, de sterren. En dat is het puntje hoop. Want je kent toch wel die druppel die in de vijver valt? Karma, actie, reactie. Elke stap is er één. Elke gedachte is er één. Zet je tv uit. Lees geen motherfucking kranten. En ook die social media. Pleur hem aan de kant. Elke stap is er één. Elke gedachte, elke stap, elk woord is zo fucking krachtig. Het wordt eens even tijd dat je je bek open gaat trekken. Dat je zegt tot nee, hier en niet verder. Zet je tv uit. Lees geen motherfucking kranten meer. Sta op. Sta op en ga praten met elkaar. Ga je mening uit hierover, want wat hier gebeurt, dat is niet goed. En het gaat ook niet beter worden als je achterover gaat zitten en gaat kijken wat er gebeurt. Nee is nee. Nee, ik ben het hier niet mee eens. Nee, dit gaat te ver. Nee, in deze wereld wil ik niet leven. Ik ga er helemaal van trillen, zo fucking boos ben ik. Jongens, het is mooi geweest. Voor mij was het sowieso al een brug te ver. Maar ja, ik weet het verder niet. Kom op. Dit is niet wat je wil, man. Dit is niet wat je wil. Weet je, voor je kinderen en de aarde en het licht en de liefde. Mm-mm. Gaan we niet doen. Maar goed. Dus ja, wat ga je doen? Nou ja, als een restaurant meewerkt aan die kankeronzin, nou dan ga ik niet naar jouw restaurant. Als de bioscoop meewerkt aan die kankeronzin, dan ga ik niet naar je restaurant. De motherfucking Efteling. Een park van wonderen en sprookjes. Die werken gewoon mee aan die kankeronzin. Dan gaan we niet meer naar de Efteling. Dan gaan we dat gewoon niet meer doen. Nee, ik werk niet mee aan je kankeronzin. Ik werk niet mee aan de bullshitparade. De bullshitparade. La 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 la. De bullshitparade. La 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 la. Jongens, I love you motherfuckers. Namaste.